Yes. Alle paarden zijn uit de molen. Nou, ze zijn in de molen geweest, in het zadel en er weer uit gegaan. Nu... Alle peeskappen zijn af. Ja, alle peesjes zijn af. Nu gaan we naar Blondie toe. Want we gaan samen met Blondie naar Oud-Gastel toe, maar ze moeten natuurlijk wel een beetje uitzien. Ik heb haar staart al gedaan en er wel een borst overheen gehaald, maar het kan nog wel beter. Niet aan je mondkapje. Sorry. Ze heeft het echt in de voorpluk. Gewoon omdat het kan. Nou ja, omdat hij rechtop geknipt is. Voor een reclamecampagne. Yes. Maar daar... later is het meer tijd. Precies, over. Daar krijg je nog een hele video over. Maar voorlopig nog even niet. Oké. Okay. Jij gaat er poetsen? Ja. Oké. Hey, hallo. We zijn uit Gastel. We zijn hier samen met Blondie. Ik ben hier al een keer eerder geweest samen met Bella. En daar hangen allemaal vlaggen in de binnenbak. Ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren. Maar dat is wat ik me nog... Dus ik ga Blondie nu opzadelen in de trailer. En dan. Hey, hoe is het gegaan? Want hoe lang is het geleden dat ik je nou voor de laatste keer heb lesgegeven? Twee maanden, zoiets, hè? Augustus, ja. Hoe is het gegaan? Wat heb je nog gedaan qua springen? Ik heb met Daan heb ik iedere donderdag gesprongen. Daan is die bruine poort. Oh, met Daan. Het meisje. Sorry. Die knipt maar. Ja, weet ik veel. Daan. Ik denk, jij rijdt die bruine pony ook nog? Ja, Boris. Dat is ook gewoon een naam. Dat had ook iemand kunnen zijn, Boris. Ja, met Daan heb je wel elke week gesprongen, maar gewoon thuis. Ja, en dat is dan gewoon... Nou, in het begin was het best wel heel erg laag. En dan vooral gewoon de controle hebben. En dan begonnen we met balkjes. En daarna lage sprongetjes. Mm-hmm. En de laatste keer zijn we wel iets hoger gegaan, maar nog steeds niet heel hoog. En dan vooral gewoon controle. En je bent en makkelijk galopperen, noem je ja. Ook heel veel. En ook oefenen dat ze niet bij iedere sprong stilstaat, want steeds op een sprong afrijden. Ja, dan wil ze eerst kijken. Ja. Ja. Nou ja, maar je bent buiten huis eigenlijk niet meer geweest trainen. Spannend. Dat gaan we dan vandaag weer doen, hè? Ja. Nou, we gaan gewoon even hier losrijden. En even kijken hoe het er schematig nog voor staat. Strijden zijn er niet, dus daar kun je ook niet naartoe trainen. Ja. Maar goed. Wil je je nieuwe doel even vertellen, Tess? Heb je een nieuw doel? Ja, ik ben nu in de week gestart en doe het eigenlijk bijna iedereen van wat is je doel nu? Wat wil je bereiken met de paarden? En nu heb ik gewoon gezegd dat met de week start qua springen. Ja, ik vind het een heel mooi en haalbaar doel. Maar dan moet je ook een... als je een doel stelt, moet je ook een beetje een tijdlimiet. Oh, maar dat heb ik niet. Nee. Want... Dus als dat over 10 jaar gebeurt, is het ook goed. Ja. Ja, denk dat je die pony nog hebt. Ik heb BB gehad. Wat heb je? Voor mezelf wel met de BB. Mm-hmm. Met dressuur heb ik mezelf wel een tijdlimiet aangezet met Bella. Maar dat is niet gelukt. Nee, maar dat is. Kijk, doelen zijn er om. Verschuld. Nee, maar doelen zijn er om. Om te kunnen halen of om helaas niet te kunnen halen. Kan er altijd iets tussen komen. Kijk, je kan zeggen, nou, doel B springen, nou, dat is een haalbaar doel. Maar binnen nu in een jaar. Nou, dan heb je een realistisch tijdslimiet. Alleen, het kan natuurlijk zijn, weet helemaal niet hoe het met die corona gaat. Of misschien dan raak je zelf geblesseerd of je pony. Ja, dan haal je dat doel niet. Jammer. Maar ik zou wel zeggen, van, nou, ik wil toch binnen een jaar of binnen een half jaar... Dat je een beetje zegt, dan kun je daar ook een beetje naartoe werken. En dan kun je ook meten van, lig ik op schema? Stel je zegt, ik wil over een jaar een B-parcours rijden. Dan moet je toch over een half jaar wel een keer een B-parcours hebben gereden. Snap je? Dan kun je een beetje meten. Ik denk het wel. Ja, B is niet zo ver weg, hè? Nee, maar door corona van de wedstrijd. Nee, maar je kan wel gewoon trainen. En als je zegt een jaar... Over een jaar is alles weer anders. Ga ervan uit dat we over een jaar een vaccin hebben. En dat we weer een beetje normaal kunnen doen. Hoop ik. Dan moeten we even positief denken. Dan moeten we even vanuit gaan. Ja? Dus, kijk, en als jouw doel dan ineens over een half jaar behaald is. Nou, vind je.
Alleen als je over een half jaar eigenlijk nog geen BP-parcours kunt rijden, dan moet je gaan denken van, hé, je moet even iets meer gaan doen. Want een jaar is bijvoorbeeld, dat is gewoon echt ver weg. Dat is... Ik heb 5,5 jaar gedaan van BB naar B. Met Bella, hè? Nee, met alle paarden bij elkaar. Ja. Je moet leren paardrijden, hè? Ja, nou ben je op een punt. In principe, als jouw pony niet zo groen was, had je al lang B gereden. Ja. Dus het is nou vooral dat jij jouw pony, en samen, maar ook jouw pony, even daar doorheen moet. Het is een D-pony, hè? En ik zou sowieso een jaar eens stellen, want jij weet niet hoe hard jij gaat groeien. Ja, ja, ik ben laatst wel al meer gestopt. Oké. Okay. Maar ja, kijk, en je weet niet, als je daar toch nog ineens een groeispurt krijgt, kan het zomaar ineens zijn dat je van deze pony afgegroeid bent. In ieder geval, kijk, een jaar, dat zal wel lukken, maar je weet het niet. Ja? Dus dat zou ik eens doen. Ik vind het B een heel mooi doel. Dat vind ik een haalbaar doel, een realistisch doel. En ik zou... Nee, dan zeg ik van ja, droom even lekker verder. Doe even iets, een doel waar iets dichterbij is. Nee, maar weet je, dat kan een doel zijn. Maar dat is een doel over, voor misschien over... Ja, maar dat is geen leuk doel. Je moet doelen die redelijk dichtbij zijn. En daarom moet je er ook een tijdslimiet. Dan kun je ergens naartoe werken en dan kun je daarna een nieuw doel maken. Net zoals dat je nou gedaan hebt met dressuur. Snap je? Ja, ben ik nu ook gedaan, maar ze gingen. Ja? Ja, ik zal. Dus, wanneer wil je B springen? Over een jaar. Goed zo. En wanneer ga je BB starten? Over een half jaar. Binnen een half jaar. Ja, een BB. Wanneer is dat? Hemelvaartsweekend. Ja, nou dat is een half jaar. Iets meer zelfs. Ik zou van tevoren dan een keer BB hebben gestart. Ja, uiteraard. Maar dit, want dat is natuurlijk, dat is een beetje thuis en dat is spannend. Nee, zo staat het opnieuw. Ja, dus dat is een beetje thuis. Ja, een beetje thuis, ja. Dat is een beetje thuis, toch? Dat is je oude thuis. Oude thuis. Dus iedereen ken je daar en dat is een beetje spannend. Dus dan zou ik gewoon eens, even van tevoren een keer SBB hebben gestart, maar sowieso dit soort dingen hier gewoon naar zo'n oefenparcoursjes gaan. Kijk, en dat kan hier en als het dadelijk voorjaar is, kan dat weer in Etten-Leur. En vast bij jullie in de buurt ook wel wat meer. Alleen ik ben een Brabander, ik weet ze vooral in Brabant te vinden. Nou goed, we gaan even wat doen. We gaan even de cirkel iets groter maken. Kijk, als we ontspanning, dan gaan we, zetten we hem of in de wei of we gaan een lang teugeltje door het bos stappen. Dat is ontspanning. Maar ik wil dus in die aanspanning, in dat voorwaartse, in dat contact, wil ik inderdaad een pony zien. Het is nou stapt hij lekker door. Misschien een tikje te gehaast. Dit is beter. Maar hij is ontspannen. Hij zijn hals beweegt redelijk ontspannen. Opletten dat je dus niet te gehaast gaat stappen. Hij mag actief stappen. Actief en grote passen zetten. Ja, hij is snel geneigd om, als je hem actief wil laten stappen, om dan eigenlijk net zo grote pasjes als nou te zetten, alleen dan sneller. Dan gaat hij sneller stappen. Maar we willen hem groter laten stappen. Nou, dan moet je dus met hele kleine beetjes verbeteren. En daarbij is heel belangrijk dat hij zijn hals redelijk lang kan maken. We willen hem nooit kort maken in de hals en opgekruld hebben. We willen hem lengte hebben. Ja? Zo, ja. Kijk daar. En voel je dan zakt hij wat. Kijk, en het moment dat hij zakt, dan kun je het heel goed zien. Zie je hem ook meteen iets grotere passen gaan zetten. Dus handen niet naar beneden drukken, handen gewoon naar voren doen. Eigenlijk. Zo, ja. Oh ja. Want als je hem naar beneden drukt, echt zo naar beneden zoals je net een beetje deed, dan ga je eigenlijk, geef je hem niet meer ruimte naar de voorkant, maar dan blijft eigenlijk de ruimte net hetzelfde, alleen je, snap je, je doet iets je handen naar beneden drukken. Kijk, en hier dan licht met je kuit. Goed zo, kijk. En nou stapt hij al, ik denk een centimeter of 5 groter dan straks. Doe ik een keer linksom ook. Kijk, en dan wil ik dus wel dat je dat contact probeert te houden. Hè? En dat bedoel ik dus met aanspanning in de ontspanning. Kijk, dit is ontspanning. Hij maakt zichzelf langer. Maar hij houdt wel activiteit. Zijn passen worden groter. Dus ook dat is weer een aanspanning.
Ik denk, nou, hè, dan zie je even dat hij, dan komt hij met zijn hoofd omhoog en dan zie je hem ook meteen wat korter gaan stappen. Want dan brengt hij zijn hoofd omhoog en hij wordt even iets korter in de hals. Druk op je beugels houden, Tess. Goed zo. Handen niet naar beneden drukken, handen voor je, voor het zadel houden. Contact houden, contact houden. Binnenbeen, druk hem een keer met je binnenbeen. Als je been geeft, Tessa, opletten dat je druk op je beugels houdt. Dat je niet je hakken omhoog trekt. En dat je ook je been niet naar achteren legt bij het been geven. Daarom is het ook belangrijk dat je dus zeker niet met je knieën gaat knijpen aan het zadel. Als je met je knieën gaat knijpen namelijk, dan kan je eigenlijk je onderbeen afsteken. Ja? En dan moet je om been te geven ook vaak je been wat naar achteren doen. Terwijl als jij je knie gewoon ontspant en eigenlijk als hè, rondom je paard zit, dan kan jij zo een keer been geven, iets met je hak of met je spoor of met je kuit. Ja, dan kan je zo been geven en je kan je onderbeen aan je paard leggen. Als je zo zit, als je je knieën knijpt zie je, dan kan je onderbenen dat doen. Dan gaan we eens een keer draven. Weer druk op de beugels houden. Kijk niet te veel. Als je aandraaft, kijk je even naar beneden. Voor het goede been. En dan kijk je weer naar voren. Probeer eerst aan te draven, dan naar beneden te kijken. Want nou, ik vind het iets... Oh ja, doe maar weer stappen. Nou, draaf die aan. En dan kijk je naar beneden, maar dan val je ook een beetje naar voren. Pik hem een keer aan. Hij mag dan net iets actiever aan je been zijn, hè? En een keer stappen. Als je nou even je been stil houden, gaan we daar aandraven. Je knijpt even je billen aan. Sluit je kuit. En je... Ja. En dan als hij niet reageert, mag je hem een klein prikje geven. En dan hou je je been weer stil. He, dat je daar niet elke pas aan het prikken bent met je spoor. Want dan wordt hij eigenlijk alleen maar luier van aan het been. Hè? Want op een gegeven moment voelt hij dat niet meer. En dan je been weer stil houden. Goed, en dan mag je hem iets actiever laten lopen, pikje erbij, en goed. En dan je benen weer mooi stil houden. Let op dat je je handen niet naar beneden drukt, voor, daar, perfect. En kijk weer voor je. Mooi, zo zit je heel netjes op je paard. Opletten met dat naar beneden kijken, als je naar beneden kijkt ben je ook snel geneigd om een beetje te gaan duiken. Goed, dan doe je af en toe stukjes recht, rechtuit. En dan een paar pasjes naar voren draven. En we houden die pony al mooi een beetje bezig. Een paar pasjes naar voren, weer een keer iets opsluiten. En weer iets sluiten. Goed. Dan doen we daar een keer de baan rond. Doen we mooi op de binnenhoefslag, gaan we rechtuit. Kijk voor je. Actief houden, zo ja. En recht houden die pony, hè. Niet uit zichzelf naar binnen laten vallen. Mooi recht houden, actief houden. Binnenbeen. En weer daar op de binnenhoefslag. En dan rij je mooi tot bijna het einde. Rij, hou je hem recht. Actief houden. Goed. En dan kijkt hij toch een beetje naar de kant toe. Maar hij moet wel naar je luisteren. Als jij wil dat hij rechtuit loopt, moet hij gewoon rechtuit lopen. Zo, dit is een goede actieve draf. Let op dat je handen niet te breed en naar beneden doet. Daar hebben. En dan maak je weer een keer overgang naar de stap. Zitten. Pas je doorzitten als je gaat stappen. En weer aandraven. Dit is al iets beter. Gaan we weer een keer van hand veranderen. Een paar pasjes naar voren draven. En weer iets opvangen. Zo ja. Goed hoor. En weer een keer stappen. Pasje doorzitten. Zo ja, dit is goed. Kijk, als jij namelijk die pasjes gaat doorzitten net voordat je gaat stappen, kan jij makkelijker iets je onderbeen aanleggen. Betekent niet dat je moet klemmen of knijpen, maar door je onderbeen aan te leggen, motiveer jij die achterhand om iets eronder te komen in die overgang terug. Snap je wat ik bedoel?
als jij blijft licht rijden, dan... Kijk, het is heel simpel, als je licht rijdt en je gaat staan, ga je onderbenen altijd iets van je paard af. Dus dan, hè, dan kun je niet gelijkmatig je been goed aanleggen. Ja? Dat aan het been zijn, dat is nog wel een dingetje waar nog iets mag verbeteren. Hè? Hij is een beetje moi aan het been. En dat is ook nog het probleem. Hè? Ja, maar dat is dus ook nog niet te gehaast gaan stappen. Hè? Ja. Dat is dan ook nog een beetje het moeilijke in de ring. Als hij dan heel spannend vindt en jij geeft been. En hij reageert niet, want hij denkt, ik hoef niet altijd te reageren. Dan gaat hij stilstaan. En terwijl als hij terugkomt, hij vindt het heel spannend, hij komt terug, maar hij is goed aan het been. Hij komt terug, geef je been, hup, loopt hij naar voren. Daarom is dat aan het been zijn heel belangrijk. Om jouw doel te gaan halen. Ja? En dan galoppeer je daaraan. Binnenhand van de hals, ontspannen. Moment dat je aangalopeert. En galop, kom. En weer ontspannen. Rij eens gewoon door, dat kan een concours toch ook niet? Dan gaan we toch ook niet voor het publiek staan te kijken? Als er nou een fanfare voorbij komt, het is gewoon mensen. Oh, doen we even nog een volte om even de ontspanning wat te krijgen. Even de ontspanning krijgen. Binnenhand iets van de hals af met sturen. Ah ja. Goed, dan kom je naar het stijltje toe. Er is iets te, hè? Oh, rustig opvangen. Nog een keertje. En nou blijven we heel ontspannen zitten. Even een volte rijden, opnieuw aangalopperen. Oh, een keer opvangen. Een keer opvangen. En je hand weer ontspannen. Oh ja. Goed zo. Rustig stilzitten. Oh, perfect. Heel goed. En dan gaan we weer even stappen. Tess, we gaan of rechts of links, hè? Ja, maar dit is dus een beetje het consequente wat je moet hebben. Kijk, nou ging jij wilde naar rechts en hij draait naar links. Consequent is streng. Als jij iets van hem wil, dat ook gebeurt. En dat betekent niet dat je dingen moet afdwingen, maar gewoon duidelijk moet zijn, we gaan naar rechts en hij gaat naar links. Nee, we gaan toch naar rechts. En nou was het, we gaan naar links, oké, dan draaien we links wel een rondje. Nee, we gaan naar rechts. Ja? Want als je straks koers wil gaan rijden, dan kan hij ook niet bepalen of hij een keer links of een keer rechts wil. Kijk, en als je hem dan nou leert van dat hij, als hij zin heeft, de andere kant op mag, dan wordt dat voor hem ook gewoon... Snap je? En dan krijg je ook dat hij dat dadelijk normaal gaat vinden. Dan, oh ja, maar ik zie rechts zie ik een enge schaduw. Dan ga ik naar links. En links zie ik daar een blaadje liggen en dan loop ik naar rechts. Snap je? Want hij vindt, daar is hij gewend dadelijk. Ja? Daarom is het heel belangrijk als hij daar niet naar rechts wil. En dan zet je maar even stil tegen de muur, maar je gaat wel naar rechts. Nooit naar links. Ja? Dan zullen we eens een oksertje doen. En dan doen we linksom, pakken we die gele, die kennen we al. En doen we linksom door en dan galopperen we daar naar hindernis 1, naar die groene witte. Ja. En dan, deze kent hij al, kun je rustig ontspannen blijven zitten. Naar hindernis 1 toe, waakzaam zijn. Dus, zitten been, als je voelt dat hij terugkomt, in meteen, hup. En dit is een hoogte, daarom zet ik het expres lekker laag. Als hij nou stopt en stilstaat, dan hem toch even, hup. Naar voren drukt. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is ook een beetje dat consequente. Hij moet dus gewoon leren. Als jij naar een hindernis rijdt, dat hij daar overheen moet. Hoe dan ook. Als hij eerst stil gaat staan, prima. Maar dan is het wel moeilijker om er overheen te springen. Maar hij moet er overheen. In één keer. En als jij hem leert dat hij naar elke hindernis toe eerst mag stoppen en dat hij dan een keer af mag draaien en opnieuw naartoe, dan is dat ook weer gewoon voor hem. Dan denkt hij, oh, dat mag. Ik mag eerst stil gaan staan, kijken, rondje lopen en dan mag ik er overheen. Maar hij moet gewoon leren, ook al vindt hij het spannend, als jij zegt, hij moet jou erin gaan vertrouwen. Als jij zegt, hup, been, dit is geen enge hindernis, dit gaan we doen.
dat hij dat dan ook doet. Ja. Dus aangalopperen, doen we gele hindernis 6. En dan door naar 1. Even weer de tijd nemen om netjes aan te galopperen. Handen ontspannen voor je. Zo, ja. Bijna. Goed zo. Benen lang maken, hakken laag. Goed, dan kom je mooi weer daar achterom. Of hier voor 1 door en dan om die gele. Kijk maar wat het makkelijkste is. Achterom is het makkelijkste, klopt. En meegaan, meegaan. Goed kijken, linksaf. Kijk naar hindernis 1. Kijk naar hindernis 1. Handen weer ontspannen houden. Zit op je kont. Benen erbij houden. Nou, heel goed. En weer rustig opvangen en belonen. Kijk, dit springt hij dan toch goed in 1 keer, hè? Goed, dan gaan we even stappen. Dan gaan we eens even het parcours bekijken. Want ik vind dat hij er nou wel klaar voor is. Of niet? Parcours, daar ben je wel klaar voor nou, of niet? Gaan we gewoon doen. Ja? Dat is inderdaad 1, die hebben we net gehad. 2. Gebroken lijn, die groene. 3. En daarachter die groene 4. Dan rechtsom de dubbelsprongen, die witte met blauw. Ja? Dan linksom. 6. Die we net gehad hebben. Ja, helemaal rond. Of je kan hier ook tussendoor. Kijk maar waar je het makkelijkste vindt. 6 en 7 die rode. Dan 8 is hier die rood-wit-blauwe. Gebroken lijn die rode 9. En dit is 10. Nou, is dit eigenlijk een parcours wat eigenlijk wel makkelijk is? Bijna allemaal balkjes, ja. Maar wel kleurtjes. Ja. Dus hier leert hij van, maar heel super spannend is het nou ook weer niet. Ja. Dat is spannender dan de... Lief balkjes. Snurkpaard. Ja, jonge paarden, jongen. Altijd feest. Hey, dan gaan we ze weer even netjes aandraven. Dat is ook belangrijk. Ook als je op concours bent, neem de tijd. Je hebt 45 seconden na de bel. Dat is best lang. Om een volte te rijden, fijn aan te galopperen. Lekker een paard aan je been te hebben. Niet bel en dan zo snel mogelijk naar hindernis 1 toe jagen. Gewoon even de tijd nemen, voelen dat hij aan je been is. Het enige wat je dan moet letten is de startlijn. Maar goed, dat is voor toekomst. Startlijn, als jij naar hindernis 1 rijdt, kom je startlijn tegen. Hè? Tijd wordt opgenomen. Ja, dan staat er bijvoorbeeld hier een vlaggetje. Hier en daar. Een blokje met start, ja. Ja, en dan staat de start. Alleen als je daar doorheen rijdt, een volte en je draait hier, dan is een weigering. Als je door de start bent, dan ben je door de start gereden. Kijk, als jij bijvoorbeeld, stel dat er hier die startlijn staat, dan zou je daar een volte kunnen rijden. En dan hier dus om deze 3 hindernissen, want dan rij je niet door de start. Ja. Maar dan moet je vervolgens wel hier achterom om door de startlijn naar hindernis 1 te gaan. Ja. Hier, dus als de startlijn zou zijn, begint hier de tijd te lopen en dan mag je hier vanaf hier, mag, hè? Vanaf hier de dingen die je fout doet, kosten strafpunten. He, dus een balkje of een volte. Een volte is een weigering. En als je nog niet door die startlijn heen bent. Dan mag jij zelfs eraf vallen. Mag je dan ook over een hindernis heen? Nee, dat mag niet. Ja, je mag niet even vroeg springen. Nee, maar je mag wel. Stel nou dat je hier een volte rijdt en je pony schrikt en je valt eraf. Als je maar binnen 45 seconden weer erop zit en dan aangegalopeerd bent door de startlijn. En dan, ja goed, dat is een ander verhaal. Maar. Dat zou kunnen. En dat is ook wel eens gebeurd. Heb ik dat ooit gehad? Heb ik volgens mij wel eens ooit gehad, ja. En dan zijn die 45 seconden wel kort. Je probeert gewoon heel snel op gaan zitten. En dan... Ja, heel snel erop en de hindernis 1. Nou, aangalopperen, benen lang, niet je hakken optrekken. Een keer naar voren galopperen. He, voelen dat je aan je been is. Zo ja. Kijken naar hindernis 1. Altijd vroeg kijken waar je naartoe gaat. En meegaan op de sprong. Goed zo. Kijken naar hindernis 2. Want die wending is kort. Actief houden. Actief houden. Meegaan.
Kijken naar de groene. Goed, in het midden houden, in het midden houden. Up door, oh, oh, de voorhouden. Nee, rustig blijven. Rustig blijven. Proberen hem ervoor te houden, maar niet weg te laten lopen. Hè? Nou loopt hij weg en dan draai je weer een rondje. En hij doet trompetteren. Goed. Doen we nog een keer. Pakken we die groene en galopperen we door naar deze. Rustig. Niet te gehaast, hè? Niet. Mag wel aangalopperen, maar niet gejaagd gaan doen. Probeer iets rustig te blijven. Galoppeer maar aan. Goed, kijken alvast waar je heen gaat. Kijken, galopperen kan. En in het midden houden, hè. Kijk ook naar deze. Kijk alvast naar deze. Meegaan, meegaan. Goed, kijk naar de dubbelsprong. Kijk naar de dubbelsprong. Recht en in het midden houden. Meegaan, zo ja. Super, even opvangen. Even opvangen, kijken dat hij niet te hard gaat. Goed, handen weer ontspannen. Die hindernis kent hij al. Goed, even rustig opvangen. En meegaan, heel goed. Kijk hier naar de rood-wit-blauwe. Oh, niet te hard. Rustig blijven, rode hindernis, rode hindernis. Oh ja. Ja, die rood-wit-blauwe. En meegaan, super. Nou, één weigering. Dat is niet zo slecht. Nou, dit ging eigenlijk alweer een stuk beter dan de vorige keer, hè? Hè? Ja, maar dat is ook een beetje jouw spanning. Want jij, ik zie heel erg duidelijk dat jij het best spannend vindt. En dan ga je ook een beetje strak rijden en dan gaat hij hard lopen. Zelf, nou heeft hij het een keer gedaan. Oh, even van je af laten vallen. En dan proberen ontspannen rond te rijden. Na de hindernis op te vangen om de snelheid eruit te halen. En dan weer handjes ontspannen. Ja. Gewoon nog een keer hetzelfde rondje. En dan opletten hier naar die groene. Want wat doet hij naar die groene, naar die eerste? Deze? Schuin. Welke kant op? Die kant. Ja, welk been moet je dan aanleggen? Rechterbeen. Goed zo. Een keer rondrijden. Lekker ontspannen op je pony zitten. Niet naar voren rijden, simpel. En met je handen mee naar voren op de sprong. Kijken waar je naartoe gaat. Oh, goed. Handen mooi mee op de sprong. Handen mee op de rechterbeen. Geeft niks. Rustig opvangen. Kijken naar de dubbelsprong. Rustig, niet te hard. Nou ga je te hard. Nou weer opvangen. Controle krijgen. Goed, je handen sluiten. Weer ontspannen. Goed zo, Tessa. Goed zo, meid. Rustig, niet harder gaan rijden. Niet harder. Netjes. Handen mee op de sprong. Goed, weer een keer opvangen. Handen weer ontspannen houden. En kijk naar 9, hè, dat je die niet vergeet. Oh, rustig opvangen. Goed zo. Hoppa. Kijken naar de laatste. Blijf in de gang. Kom, kom, kom. Goed. Dan doen we nog één keer 8 en 9. Want ik vond dat die op 9 een beetje deed kijken. Dus één keer deze okser en dan die rode erachteraan. Goed zo, rustig. Rustig. Goed zo, geeft niks. Dan moet hij gewoon leren handiger te worden, hè? Maar hij springt hem in ieder geval braaf. Hoi. Hij springt hem in ieder geval braaf, Tessa. He, ook al vindt hij hem een beetje spannend, springt hij hem toch heel braaf. Zelf. Voor jou is belangrijk dat je zelf ontspannen op je pony zit. Na de hindernis opvangen, maar je handen ook weer ontspannen. Niet handen wegsteken, maar ontspannen. In je dressuurwerk, naast vol te zoeken, zorgen dat je rechte lijnen kunt rijden op de binnenhoef. Zeg, nou zie je daar, dat lijntje 3-4, hoe belangrijk dat is.
Hè, want hij doet eigenlijk iedere keer hetzelfde, gaat hij een beetje slingeren. Dus als je dat in je dressuurwerk af en toe een rechte lijn rijdt, niet op de hoefslag, want daar heb je niks aan, want dan gaan ze gewoon tegen de kant aanhangen. Maar op de binnenhoefslag, zoals we straks hebben gedaan, dan leert hij mooi rechtuit te lopen op jouw hulpen. Ietsje beter aan het been maken, daar een beetje op letten. En verder gewoon lekker een beetje oefenen met sprongetjes. Dat consequent wat ik jou straks uit heb gelegd. Hè? Dus als jij iets van hem vraagt, moet ook gebeuren. En dan hoef je helemaal niet hard te zijn, maar gewoon duidelijk. Nee, we gaan dit wel doen. Eigenlijk zoals jouw moeder misschien waarschijnlijk soms ook wel bij jou is. Consequent. Ja? Ik vind het heel lastig om mezelf te ontspannen als ik bezig ben met een parcoursje of gewoon überhaupt met rijden. Want ik heb heel erg de angst van, als ik nu te ver ga, ben ik bang dat ik afval. Ik ben er laatst ook afgevallen en daardoor is het wel meer losgelaten dan dat ik het ontspannend vind. Je bent jong, je moet gewoon leren vallen. Ja, eigenlijk wel. Simpel is het. Ja, weet je, vallen hoort bij paardrijden. Ja. Tenminste, als je veel wilt paardrijden, jonge paarden wilt rijden, goed wilt paardrijden, dan vallen hoort erbij. Ja. Het is belangrijk. Vallen is ook belangrijk, want daar leer je van vallen. Ja. Als je bang bent om te vallen, heb je al ooit een valtraining gedaan? Nee. Zou ik eens doen, gewoon een soort judo-achtige training. Dat je gewoon leert, oh, hè, dan heb je op een mat of zo, dat je gewoon leert. Hè? Ja, afslaan als ze jou in een houtgreep hebben. Ja, ja goed. Het is vooral, je moet leren rollen en je moet leren enigszins je val op te vangen. Ja. En dat leer je eigenlijk alleen maar door te doen. En je hebt valtraining. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit één gezien of gedaan. Maar ik weet dus niet in hoeverre dat nuttig is. Maar ik denk dat het nuttig is dat je gewoon leert je val op te vangen. Ik heb foto's van mezelf dat ik val, maar dan val ik met het paard. En dat paard die valt dus zeg maar door de hindernis heen. Maar je ziet ons allebei, en er was een fotograaf die bleef zeg maar doortikken zo. En dan zie je ons samen vallen. Je ziet mij in de lucht van mijn paard wegdrukken, vallen en doorrollen. En dat paard rolt ook. Als ik gewoon zeg maar een onervaren vallen was en als een zak was blijven liggen, was dat paard over mij heen gerold. Wij zijn on my way naar home. Hoe? On my way naar home. Dat is wel heel vreselijk Engels. Oh, we zijn onderweg naar huis. Met de boerentour. Met de boerentour. En ik dacht dat je wou zeggen met de boerentour. Maar Boris is er niet. Met de boerentour. Ik heb net les gehad van Bianca. Daar gaat heel deze video over. Ik vond het echt super goed gaan. Ik vond het ook weer heel erg leuk om weer een keer... Oh, mooie bomen. Ik vond het ook wel heel erg leuk om een keer zo te rijden. Weer een parcoursje, omdat we de laatste tijd vooral met ontspanning hebben gewerkt en gewoon wat sprongetjes algemeen hebben gesprongen. En dan is dit ineens weer heel speciaal, waardoor springen ook speciaal blijft. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ik heb er weer veel van geleerd. Ook al zegt Bianca hetzelfde als Daan qua lesgeven, in de zin van dressuur en springen. Legt ze toch op een... Nee. Vind ik het ook heel erg fijn dat Bianca het uitlegt. Dat ik het van allebei de kanten kan horen. En ja, en dat vind ik gewoon heel erg fijn. Ik ook weet wat ze eigenlijk bedoelt te zeggen is dat Bianca en Daniëlle precies hetzelfde zeggen. Alleen op een andere manier. Ja, waardoor het heel erg fijn is om het ze allebei te horen. Dat je weet dat als de ene het zegt dat, en de ander het ook zegt, dan moet het wel waar zijn. Wij gaan nu naar huis toe. Blondie uitladen. En ja, dan was de video weer voorbij. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Abonneer je op onze kanaal en klik op het belletje in Zuid-Duitsland. Heel erg fijn. En dan zie ik jullie graag zaterdag weer bij een nieuwe video. Doei!